Na corona is wonen het grootste probleem voor veel mensen. Politieke partijen die buitelden bij de verkiezingen over elkaar heen met allerlei oplossingen, want het is crisis. Dat betekent dat zeker voor sommige mensen dat er woningnood is, absoluut. Die woningcrisis... In een van de grootste woningcrisis... We zitten nu in een woningcrisis en we moeten nog 1 miljoen woningen bouwen. Zou ook eens een mooi debat over kunnen zijn. Ja, nou, dat debat gaan we voeren hier. Voorlopig is er nog geen nieuw kabinet, lijkt het op. Eerst moet er vertrouwen gekweekt worden. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook, heb je daar tijd voor? Als je al heel lang een woning zoekt, als zoveel mensen een woning zoeken. 330.000 woningen komen we tekort in Nederland. Wat gaan we daaraan doen? Aan tafel, Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland en Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Henk Nijboer. Hartelijk welkom allebei. Zometeen over die wooncrisis meer inhoudelijk. Eerst toch even over die formatie. Het lijkt me dat, meneer Verhagen, de wooncrisis erbij gebaat is dat de formatie snel op stoom komt. Ja, absoluut. Kijk, de Kamer gaat natuurlijk over de eigen agenda, maar een woningzoeker of een werknemer die zijn baan dreigt te verliezen vanwege de stikstofcrisis, die is op zich niet geholpen bij een debat over de notulen. Maar die wil een aanpak van die crisis hebben. Dus die wil zo snel mogelijk een kabinet hebben wat besluiten neemt. Ja. En even los van de vraag of dat altijd daadkrachtig moet zijn als ik Jan de Koning hoor. Maar men vraagt wel een daadkrachtig besluit op Zeker. Dit punt. Maar goed, u noemt nu al een soort vertrouwenscrisis. Hè? U noemt de notulen die er is. Die vertrouwenscrisis die grijpt om zich heen. Even een actueel zijpad. Elsevier meldt dat Pieter Omtzigt op het punt staat te breken met het CDA. Nou, dat lijkt me ook iets wat de formatie niet zou versnellen, toch? Ik denk dat de discussie binnen het CDA in ieder geval gevoerd moet worden op welke wijze zij hun politieke verantwoordelijkheid willen nemen, ook in relatie tot het nieuwe kabinet. En daarbij hoort ook een discussie hoe zorgen we dat natuurlijk een partij bij elkaar blijft. Ja. Dat lijkt mij vrij logisch. Dus... Ik wandel dat zijpad nog even wat verder op. Want u weet van 10 jaar geleden hoe hard verdeeldheid kan aankomen in een politieke partij. Ja. Toen ging het om de PVV en de verdeeldheid die dat bracht binnen het CDA. Kan het CDA dat nog een keer hebben? Nou, ik denk dat verdeeldheid nooit goed is in een partij. En daarom moet je ook van tevoren duidelijk maken waar je politieke keuzes zijn. Maar tegelijkertijd heb je nooit in de hand hoe bepaalde situaties zich ontwikkelen. Ik bedoel, wij hadden... Nee, maar goed, destijds... als Omtzigt nu zegt, ik breek met het CDA... Ja, nou, dat is toch een discussie waar ik als voorzitter van Bouwend Nederland met alle respect niet meer over ga. Oh, uw CDA-verleden is hier opeens... Nee, dat is niet. Minder. Nee, maar je moet ook de verantwoordelijkheid nemen Natuurlijk. Op het moment dat je daar bent. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen tot 10 jaar geleden. En ik neem nu de verantwoordelijkheid als voorzitter van Bouwend Nederland voor de bouwsector. Terug naar het hoofdpad, de formatie, meneer Nijboer. Hoe belangrijk is dat die snel voltooid wordt voor dit woningdossier? Nou, er ligt een enorme inhoudelijke keuze natuurlijk ook voor de woningnood. Van links tot rechts vinden alle partijen in Nederland dat er woningnood is en dat het afgelopen kabinet dat slecht heeft aangepakt. Maar er zitten wel grote ideologische keuzes achter hoe je het oplost. Ik vind wonen een grondrecht. Ja, dus een grondrecht waar iedereen recht op heeft voor een betaalbare woning. En dat zie je nu niet werkelijkheid worden in de praktijk van alle dag. Hè. De werkloosheid is verdubbeld. Jongeren betalen 40-50% van hun netto inkomen aan huur. Dus wonen wordt onbetaalbaar voor steeds grotere groepen. Okay. En beleggers nemen de steden over. Dus het maakt veel uit wat je politieke visie is op de oplossingen van die woningcrisis. Goed, laten we die crisis tegen het licht houden en de mogelijke oplossingen ook. Wat moet er gebeuren? Vrijwel alle partijen zijn het erover eens in de Tweede Kamer. En er moeten 1 miljoen woningen gebouwd worden in 10 jaar tijd. Er zijn 330.000 woningen tekort, nu al. Die woningen moeten ook nog eens een keer duurzamer worden. De gemiddelde koopwoning kost op dit moment meer dan 4 ton. Starters, met andere woorden, op dit moment kansloos. Als ik het u vraag nu, meneer Verhagen, wat is de eerste stap? Noem eens één ding, de eerste stap die nu genomen moet worden. De eerste stap die nu genomen moet worden is de afschaffen van de verhuurdersheffing. Zodat de corporaties weer kunnen gaan bouwen. Toen tijdens het tweede kabinet Rutte onder Blok de verhuurdersheffing is ingevoerd, zie je meteen, eigenlijk midden in een economische crisis die al problemen met de woningmarkt met zich meebracht, zie je dat de woningbouwproductie door corporaties echt gehalveerd is. Ja. Die zitten nu op 14.000. En ook in het plan wat onder andere Bouwend Nederland samen met Edes en Nepro en andere bouwers
hebben gelanceerd, staat ook dat de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Onder voorwaarde dat coöperaties dus hun productie weer verdubbelen. En tegelijkertijd de bestaande voorraad verduurzamen. Die verhuurderheffing, ingevoerd tijdens Rutte 2, is dus eigenlijk een belasting die voornamelijk wordt opgebracht, 2 miljard euro per jaar ongeveer, door de woningcorporaties. Daar was uw partij bij. Bij Rutte 2, meneer Nijboer. Zeker een enorme financiële crisis eigenlijk. Midden in de crisis moeilijke maatregelen genomen. Een tijdelijke verhuurderheffing. Ja, maar heeft u er spijt van? In de afgelopen... Nou, ik denk niet dat dat de beste maatregel is geweest die dat kabinet heeft genomen. Maar de afgelopen 5 jaar heb ik keer op keer in tegenbegrotingen voorstellen gedaan. Overigens met andere partijen, ook met GroenLinks en SP. Om gedekt die verhuurderheffing van tafel te krijgen. Omdat je zag dat die wooncrisis werd vergroot. En dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Er zijn andere prioriteiten gekozen. Hè? Dividendbelasting verlagen, de BIK invoeren. In plaats van huurders helpen en de bouw op gang helpen. Maar dit is dus een maatregel die averechts gewerkt heeft. Zeker. Die contrair gewerkt heeft. Zeker. En een partij als de Partij van de Arbeid, ik wil toch even weten, die wil toch juist graag dat er meer huurwoningen voor sociale woningen voor mensen gebouwd worden. Zo is het. Dat is gehalveerd, al dus onderzoek van de VNG van een jaar geleden. Ja, door de verhuurderheffing. Mede door de verhuurderheffing. En daarom willen we er ook al jaren van af. Hè. Daar zijn we al 5 jaar geleden als PvdA ook van teruggekomen. Ik heb elk jaar weer voorstellen gedaan, gedekt om die verhuurderheffing van tafel te krijgen. En je ziet dat dat nog steeds niet is gebeurd. En dat heeft ook met ideologische visie op de volkshuisvesting te maken. Hè. De VVD is er gewoon tegen. Die heeft nu in het verkiezingsprogramma nog steeds een nul staan bij de verhuurderheffing. En dat betekent dat die partij vindt dat die moet blijven. Want die willen veel meer het aan de markt laten om de volkshuisvesting en de woningnood op te lossen. En wij vinden dat daar een rol voor de overheid ook in. We zijn het echt daarover eens dat het een hele slechte maatregel is geweest die vast heeft gewerkt. Maar het meest erge was natuurlijk nog op het einde van dat kabinet. Dat Blok zei, jongens, de woningmarkt loopt als een zonnetje. En eigenlijk is dit ministerie overbodig geworden. Nou, dan heb je dus de problematiek buitengewoon onderschat. En even los van wat dit kabinet gedaan heeft, want er moet veel meer nog gebeuren, wat het laatste kabinet gedaan heeft, is Ollengren heeft wel weer wonen op de agenda gezet. Goed, maar laten we het hebben over al die dingen die moeten gebeuren. De verhuurderheffing, bent u het over eens? Zeker. Van tafel. Foutje uit het verleden. In ons nadeel nu. Andere punten, er zijn namelijk zoveel punten die dit probleem bepalen. Ja. Stikstof. Heel actueel. Absoluut. U kunt niet bouwen omdat de Raad van State die stikstofuitspraak heeft gedaan. Zeg ik maar eventjes heel simpel. Hoe gaan we dat oplossen? Nou kijk, het is duidelijk dat er veel meer moet gebeuren met betrekking tot reductie van de stikstofuitstoot en het herstel van de natuur. Er is door dit kabinet, of het laatste kabinet, is nog een wetsvoorstel ingediend wat enige ruimte biedt. Wat zorgt dat in ieder geval tijdens de aanlegfase dat je een bepaalde vrijstelling zou kunnen krijgen. Maar dat is volstrekt onvoldoende om het probleem op te lossen. Dus wat je moet doen, is toch meer natuurherstel en meer stikstofuitstootreductie. Helder is het. En daar trekt u op met GroenLinks onder andere? Ik heb met GroenLinks destijds gesproken, omdat zij als enige politieke partij destijds een totaaloplossing hadden. Daar kun je nog op tal van onderdelen over discussiëren. Maar waar u wel voor voelde, zou het dan niet ook handig zijn als partijen als GroenLinks, maar misschien ook andere linkse partijen, denk aan die van meneer Nijboer, dat die aan tafel zitten bij de formatie en dat het tot iets gaat leiden. Kijk, het is in ieder geval evident dat het komende kabinet bij de formatie een oplossing moet presenteren met betrekking tot de stikstofproblematiek. En dat moet leiden tot meer natuurherstel en een grotere reductie. Okay. En over stikstof. De afgelopen jaren is er gewoon ontzettend doorgerommeld. Er is niks gebeurd. Er zijn 2 jaar niks gebeurd. Dus wat plakband zijn er wat tijdelijke maatregelen genomen. De PvdA-fractie heeft die niet gesteund, omdat ze niet ver genoeg gaan. En daar zit ook weer een politiek ideologische keuze achter. Hè. Je zult minder veeteelt moeten hebben in Nederland. Minder intensieve veehouderij. Je zult minder uitstoot moeten hebben. Meer moeten investeren in natuur. Ja. En ja, de heer Verhagen keek net even terug naar het verleden, maar Henk Bleker heeft natuurlijk de natuur, heeft gewoon de bijl in de wortel van de natuur gezet. Ja. De minister van Vrom, Volkshuisvesting, Ruimtekoördeling en Milieu, is door het slechtste kabinet uit het verleden, Wilders, Verhagen, het is Rutte, overigens mevrouw Dijksma geweest van de Partij van de Arbeid die de pas heeft ingevoerd. En niet om het een of ander, ik kan wel naar Bleker wijzen. Maar juist daarom. Dus de stikstofuitstoot moet gewoon worden gereduceerd. Punt. Maar er moet fors meer worden geïnvesteerd in natuur. De schade van Bleker is natuurlijk dat achter is gebleven. En er moet inderdaad minder uitstoot. En dan zul je onvermijdelijk ook de intensieve veehouderij
zei, hè, ook om het dierenwelzijn. Dat is ook een belangrijke reden. Even eerlijk ook daarover. Ook vanwege stikstof. Sorry, we moeten reduceren. Eventjes eerlijk daarover. Het gaat niet zonder de veestapel. Het gaat niet zonder stikstofuitreductie, waardoor de uitstoot, met name ook door de veeteelt, veroorzaakt wordt. Dus je zult in ieder geval samen ook met die sector, zul je tot reductie moeten komen. En dat betekent dat je samen met die partijen, en wij zijn zelf volgens Bouw in Nederland ook in gesprek met andere organisaties, om te kijken of er andere voorstellen gedaan kunnen worden, verdergaande voorstellen gedaan kunnen worden dan het kabinet tot nu toe heeft verzonnen. Stikstof. Daar zal het kabinet met een heel stevig plan moeten komen om dat te doen. We hebben het daarover gehad. We hebben het over de verhuurderheffing gehad. We komen stap steeds verder. We gaan het oplossen, het hele probleem. Personeelstekort in de bouw, eventjes, meneer Verhagen. Stel je voor dat je die 100.000 woningen per jaar wil bouwen. Zijn die mensen er die dat kunnen? Wij zijn natuurlijk door de crisis, hè, toen zijn 5.000 bedrijven failliet gegaan. Er zijn echt honderdduizenden mensen uit de bouw vertrokken. Ja. En je ziet tegelijkertijd dat ook heel veel gemeentes dat die betreffende ambtenaren op andere functies hebben gezet, zodat u ook met betrekking tot vergunningverloop ook allemaal nog eens know-how die weg is. Dus je hebt inderdaad een probleem. Wij zijn dus ook als bouwsector zijn wij met een instroomcampagne, ook samen met bonden, zijn wij begonnen. Mm. We zullen daarnaast, en je ziet dat veel meer gebeurt, veel meer fabrieksmatig en industrieel moeten gaan bouwen. Dus prefab. Maar dan moet je wel massa kunnen maken. Gaat het lukken? Je ziet dat in toenemende mate 100.000 per jaar? Ja, nou ja, kijk, op het moment dat er om te beginnen voldoende locaties zijn waar gebouwd mag worden, kom ik zo op. Dan zeg ik altijd van, jongens, dan kunnen ook die fabrieksmatige productie kan op gang komen. Je ziet nu dat vaak, bijvoorbeeld een bedrijf als Volker Wessels heeft een fabriek, Van Wijnen heeft een fabriek nu geopend en dergelijke. Maar die kunnen niet hun aantallen produceren die eigenlijk zouden kunnen. Ja, duidelijk. U zegt, als we alles op alles stellen, dan zal het lukken om voldoende mensen aan te trekken om al die woningen seriematig te bouwen. Een ander heikel punt dat u net noemt, het volgende punt, het aanwijzen van die bouwlocaties. Het gekke is, als je het hebt over het woonprobleem, het Rijk heeft er eigenlijk helemaal niet zoveel over te vertellen. De gemeentes en de provincies die gaan over het aanwijzen van die bouwlocaties. Dus ja, dat ga er maar aan staan. Dat moet echt anders. Er moet weer echt een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu komen. Die zegt, we hebben een enorme woningnood. We hebben 1 miljoen woningen nodig. En of het nou 900.000 zijn of 1 miljoen, maar we hebben enorme. En we hebben een visie op Nederland over waar die moeten komen en wat er voor nodig is. En er is ook meer voor nodig dan alleen maar betaalbare woningen bouwen. Hè. Daar heb je ook infrastructuur voor nodig. Ja. Ja, ook openbaar vervoerlijnen. Ik ben groot voorstander als Groninger ook van de Lelylijn. Niet alleen maar omdat je dan sneller openbaar vervoer hebt, maar ook omdat je in die steden, bijvoorbeeld Drachten heeft geen station, daar de woningbouw kan laten plaatsvinden en daar ook mensen kan laten wonen. En ons open platteland ook behoudt. Ik hoor je pleidooi voor de verderop gelegen regio's, even vanuit de Randstad geredeneerd. Ja, want inderdaad, wij voelen ons het hart van Europa. Want wij zijn ook verderop gelegen hier in Amsterdam, zou je kunnen zeggen. Centrale regie, een minister van Volkshuisvesting. Ja, of voor, moet terug, of ja, voor. Moet de minister verantwoordelijk voor wonen en ruimtelijke ordening komen. Even voor de record. U was, althans uw partij, Rutte 1. Toen is die afgeschaft, hè, die minister. Ja, die minister is toen afgeschaft. Is dat wel ook iets waar u ontzettende spijt van heeft? Nou, ontzettend spijt. Ik denk dat toen der tijd in het kader van de bezuinigingen dat er ook gekeken werd naar een reductie van het aantal ministeries. Ik denk dat omdat in de praktijk gebleken is dat met name die decentralisatie van de volkshuisvesting dat een slecht uitgepakt heeft, wacht even, dat je daarvoor moet terugkomen. U zegt net, er is zoveel verkeerds gedaan de afgelopen jaren. En een van die dingen is natuurlijk dan het afschaffen van zo'n minister van Vroom. Dat trekt u toch nu de haren uit uw hoofd van spijt dat u dat gedaan heeft? Het hoeft niet per se een eigen ministerie te zijn, moet een eigen minister hebben. Het kan ook best wel zo zijn. We moeten nu niet weer 3 jaar gaan praten over een herstructurering van die ministeries. Je moet weer een minister verantwoordelijk maken voor wonen en ruimtelijke ordening. Maar gaat dat, en dat het probleem kan van oplossen of voor zijn, van... Maar nou ja, niet kijk, minister Ollengren deed het de afgelopen jaren er een beetje bij. En dat moet je niet meer hebben. Je moet een aparte minister hebben, absoluut. Maar we moeten echt keuzes maken. Maar sorry, even een punt. Dan nog is het zo dat nu die gemeentes en provincies gaan erover. En dat moet je terugdraaien. Dat los je natuurlijk niet op met een nieuwe minister. Nee, maar dus zul je, en dat is dus ook in dat plan wat we met die 30 organisaties, inclusief Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Interprovinciaal Overleg hebben gepresenteerd, is dat de minister meer regie kan krijgen, maar ook
afdwingbare afspraken kan maken. Op het moment, je ziet nu heel vaak dat een gemeente en een provincie het niet eens zijn. De ene wil alleen maar binnenstedelijk, de andere wil aan de randen van de stad, ook buitenstedelijk. En dan gebeurt er dus niks. Ja, hier ben ik het mee en eens. We zullen hoe dan ook, zal er dus vanuit de centrale overheid landelijk afdwingbare afspraken gemaakt moeten worden, maar indien het er niet uitkomt. Dat kan alleen maar als er ook geld bij komt. We hebben de laatste minister van leefbaarheid was Eberhard van der Laan. Die investeerde in leefbare wijken, maar ook in leefbaarheid op krimpgebieden op het platteland. En daar moet ook gewoon geld bij. Als je de winkelcentra ziet nu in middelgrote steden, waar je wil gaan wonen, in Winschoten, in Veendam, in Stadskanaal, in Meppel, daar moet gewoon geld bij om die steden leefbaar te houden. En daar heb je ook een investeringsfonds voor nodig om dat te doen. En dan kan een minister dat ook afdwingen, dat zijn wij inderdaad eens. Wij zijn het daar absoluut mee eens, want je zult ook, als je kijkt op dit moment naar de gemeentelijke begrotingen, moet je constateren dat een derde geen sluitende begroting heeft. Dat meer dan de helft van de gemeentes om een bezuinigen is, ook op infrastructuur. En je ziet dus dat die nieuwe woonwijken moet je ook ontsluiten. Ja. En daar zal dus een fatsoenlijk gemeentelijk budget bij horen. Die financiën moeten echt veel forser. Maar dat betekent dus ook dat er discussie over het stimuleren bijvoorbeeld van infrastructuur richting krimpgebieden. U noemde net ook de Lelylijn, een snelle treinverbinding naar de 3 noordelijke provincies. Of 4 noordelijke provincies. Dat soort dingen zul je dan toch moeten gaan doen. Dat moet nu op tafel liggen bij de formatie. Maar ook, dus er zal meer geld beschikbaar moeten komen voor beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. Maar juist ook voor het ontsluiten van nieuwe woonwijken. Achterstallig onderhoud zal extra veel geld moeten beschikbaar komen. Ik wil hier in Amsterdam, waar de kaders instorten. Ja, je zult maar een woonwijk hebben, een nieuw huis hebben en je kader stort voor je neus in. Dus ook dat achterstallige onderhoud zal aangepakt moeten worden. We hebben het over... En dat betekent fors extra geld, ook voor infrastructuur. We hebben het over afschaffen van de verhuurderheffing. We hebben het over stikstofbeleid. We hebben het over personeelstekort in uw sector. Over hoe je de regie over het aanwijzen van bouwlocaties beter zou kunnen doen. Een minister die terug moet komen, een minister van Vrom, allemaal heel heldere plannen. Dan hebben we het nog niet over de hele financiële huishouding. Hè, die hoort bij de woningmarkt en maatregelen die, ik noem maar eens wat, de jubelton van ouders, de overdrachtsbelasting afschaffen voor 35 min, die eigenlijk alleen maar de huizenprijzen hebben opgedreven. Daar ben ik het niet mee eens. Daar bent u het niet mee eens? Nee. We hebben het steeds over nieuwbouw en dat moet ook. Maar je moet ook de bestaande hoeveelheid huizen, 8 miljoen huizen hebben we, grofweg 3,5 miljoen huurhuizen, 4,5 miljoen koophuizen, moet je betaalbaar en toegankelijk houden voor de grote groep. En de maatregel om die overdrachtsbelasting te differentiëren, om starters te helpen, gaat samen met beleggers een hogere belasting te betalen. Waarom? Omdat een kwart van de huizen in Enschede, Amsterdam, Maastricht werd door beleggers opgekocht. 40% in sommige huizen. Ja. En je wil dat starters daar een betere positie in krijgen. En beleggers een slechtere. En dat is wel laten we deze discussie niet voeren. Want daar heb ik helaas de tijd niet voor. Om te krijgen is meer bouwen. Ja, dat is sowieso van belang. Dat is een bekend geluid. Even tot slot. Die mensen, die 330.000 die nu een woning nodig hebben, en er zijn overigens ook heel veel mensen met werk en inkomen die geen dak boven hun hoofd hebben, bijvoorbeeld door echtscheiding op dit moment, die komen natuurlijk niet aan een huis door wat wij hier bespreken. Althans niet morgen en ook niet volgende maand en ook niet volgend jaar. Hoe lang gaat dit duren? Ik denk dat het voor het hele probleem is opgelost dat we wel in 2030 zijn, maar dat je heel veel ook kunt doen aan de bestaande huizen reguleren, de huurprijzen reguleren. Daar heb ik ook een initiatiefwet voor ingediend om te zorgen dat het een beetje betaalbaar wordt voor de mensen. Hoe lang gaat dit duren? We hebben de plannen nu neergelegd om 1 miljoen huizen in de komende 10 jaar te bouwen. 100.000 huizen per jaar. Ja? Op het moment dat we hebben nu een tekort van 330.000 woningen. De bevolking en het aantal huishoudens groeit met meer dan 1 miljoen in de komende periode. Dus het zal een aantal jaren duren, 5, 6 jaar... voordat je weer een beetje redelijke woningmarkt gaat krijgen. Als je al aan die aantallen komt die in het plan zijn. Want de afgelopen jaren was het plan 75.000 per jaar, geloof ik. En dat is bij lange na niet gehaald. En dat kwam onder andere omdat we nog steeds de verhuurdersheffing hebben, omdat we nog steeds geen centrale regie hebben, omdat het eigenlijk onmogelijk gemaakt werd om te bouwen, onvoldoende bouwlocaties. Er zullen dus ook veel meer bouwlocaties beschikbaar moeten komen, ook buitenstedelijk. Probleem niet meteen opgelost, maar denk ik wel voor een groot deel in kaart gebracht. Heel hartelijk dank daarvoor, allebei. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.